De commissie Bevordering en Ontwikkeling van Micro-ondernemerschap Binnenland heeft een werkplan overhandigd aan minister Stephen McAndrew. Het plan bevordert ondernemerschap en werkgelegenheid in het binnenland en sluit aan bij het Decent Work Country programma. Het benadrukt bewustwording, coöperatievorming en technisch onderwijs, maar wijst op taalbarrières en informatiegebrek. Aanbevelingen zijn duurzame hulpbronnen, milieuvriendelijke methoden en inclusieve dialoog met respect voor free, prior and informed consent. Minister McAndrew zal het plan bespreken met relevante instanties. De politie van Livorno heeft op 15 juli 2024 de 26-jarige verdachte RR gearresteerd na een aangifte van de 23-jarige DR wegens verspreiding van pornografie. Vanaf mei 2024 werd DR via social media lastiggevallen en haar telefoonnummer werd op een escortsite geplaatst. Onderzoek wees uit dat het account aan RR, haar neef, was gekoppeld. Na ontvangst van gemanipuleerde naaktfoto's met haar gezicht deed DR aangifte. RR is in verzekering gesteld in afwachting van verder onderzoek. In het kader van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Programma, een Wereldbanklening uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken, zijn desktops en andere apparatuur aangeschaft om de infrastructuur van het Electric Single Window System te versterken. De apparatuur, waaronder 6 tablets, 5 desktops en 3 laptops, werd op 22 juli overhandigd aan het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer voor gebruik door de dienst Strandsbosbeheer. Het doel is om het vergunningsproces te vereenvoudigen door alle stakeholders online te verbinden.